een prachtige overwinning op Aristos hier in Amsterdam. 21-31. Yes. Je hebt er zelf 4 ingeschoten, hoorde ik net, uit van onze statistieken en vrouwen, om het zo maar te zeggen. Tevreden over het spel? Over het spel in het algemeen ja. Ja. Over mijn eigen spel wat minder. Mm-hmm. Dus, een beetje inkomen, maar op het einde wel lekker. Maar als collectief hebben we eigenlijk sterk gespeeld. En vooral dekking. Ja. Dus is dat heel sterk. Ja. Ja. Ja, eigen spel is echt nog een beetje inkomen. Is dat omdat het een nieuw team is? Ja, het is de eerste keer natuurlijk. Daarom, ik heb 3 maanden geen wedstrijd gespeeld, dus dat ritme moet weer even inkomen. Ik moet weer een beetje het gevoel krijgen. Ja. Dus, ja. Maar goed, 4 erin en die zaten er ook wel heel lekker in, kan ik zeggen. Klopt. Ja, als jij het vaker gaat doen, dan... Dat komt goed. Ja. Ja, nee, klopt. Maar nog iets veel mis vind ik, maar ik ben wel tevreden. Mooi. En waar gaan we het doen? Want Aristos hier met 10 punten verschil pakken, dat doet niet elk team. Nee, dat klopt. Maar ik vond dat wij nog wat dingen hadden kunnen winnen. Aanval kon nog iets scherper. Eigen individuele acties van mezelf ook, van anderen. Soms even iets langer doorspelen en dan pak je nog een paar extra punten. Maar teamverschil, ja, kunnen we gewoon tevreden over zijn. Ja, geen klachten. Nee. Geen klagen. Nee, zeker. Hey, bedankt dat je zo snel eventjes voor de camera wilde verschijnen. Graag gedaan. En we spreken hier vast op binnenkort. Komt goed. Oké, dankjewel. Nee, jij begint altijd. Ja, en dit wordt opgenomen. Maar inderdaad, Maarten begint, dat klopt. Maarten Rustenburg, Hans van Dijk, coaches van Aristos en Alphen-Deuren Houten. Vanavond een goede wedstrijd van Houten, laat ik het zo zeggen. Volgens mij 21-31 uiteindslag. Zware tegenvallen, Maarten? Jazeker. Ja, ik had nu wel wat anders voorgesteld vandaag. Ja. Als je er maar 21 maakt, zegt dat al een heleboel. We zijn volgens mij tot aan dit weekend de best scorende ploeg in de eerste divisie. En als je er dan bij 21 thuis maakt in een belangrijke wedstrijd, dan kom je tekort. Dat is natuurlijk ook gewoon de verdienste van Houten. Ik vond dat ze in de dekking erg goed stonden, goed georganiseerd. Ook de drive hadden om de wedstrijd te willen winnen. Ik vond dat het bij mij ploeg ontbrak vandaag. We waren niet zorgvuldig, we waren niet gretig genoeg. Ja, en dan loop je tegen Houten gewoon tegen een dikke nederlaag op die terecht is. Kan je je daarin vinden, Hans, in die analyse? Ja, ik had hem van tevoren ook niet zo verwacht. Want, nee. Het is uit naar Aristos met zo'n ploeg, het is een heel ervaren ploeg. We hebben de wedstrijd teruggekeken. Nou, er stond de keeper erg sterk en wij waren niet lekker. Nou, dan heb je 2 weken rust gehad, dus je weet nooit precies hoe het loopt. Maar de analyse van Maarten, we stonden in de dekking goed. Onze strategie die werkte. En ik moet zeggen, voor ons was het met afstand de beste wedstrijd van het seizoen. En dat is wel handig als het hier gebeurt, want hier ben je niet zo. Ja, Maarten zegt wel bij ons het slechtste. Dus, thuis wel in ieder geval. Ja, dus, ja, en dan pakt het zo uit natuurlijk. Ja, daar ben ik heel blij mee. En ik moet zeggen, dat is ja, en wat Aristos uit, ja, dat was nou niet een ploeg waar ik al neerzit. Ah, dat, en dan dus zie je ook rust, hè, 15-9. Dan denk je, ja, we zijn er nog lang niet. Ja. En dan houd je de eerste 10 minuten houdt een beetje op stand en dan kun je net een beetje doordrukken. Hans die verwijst net naar 2 weken rust, hè? De windstop, om hem zo maar even te noemen, van de handbal. Denk je dat het daarom kan liggen, dat je aan het soort ritme raakt, Maarten? Nou, misschien was het voorteken al bij Dios uit, waar we toch met een wat andere ploeg naartoe gingen dan dat we normaal willen gaan. En dan loop je al tegen een nederlaag op met 1 punt verschil, die ik normaal gesproken onnodig vind. Ja. Nou, dan kom je thuis, heb je een sterke ploeg. Hebben we niet goed, vind ik, niet goed genoeg naar deze wedstrijd toegewerkt. Ja. Ja, dan krijg je hier gewoon de deksel op je neus. En gewoon te veel spelers waren niet thuis vandaag. En daar kan je wel heel veel ervaring mee meenemen. Maar ja, als de ervaring ons het laten liggen, dan krijg je weer zo'n uitslag. Ja, ik vond de dekking bij ons was niet best en bij Houten was hij heel goed. Ja. En ik denk dat bij handbal dat de dekking het sleutelwoord is. Ja, inderdaad. Incident? Dat wel, want vanaf nu winnen we alles. Dus, kijk. Ja. Hans, kan je je daarbij aansluiten? Nou, absoluut. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk Dios uit de volgende. En, ook niet makkelijk. Ik moet goed zeggen, we hebben natuurlijk maandag oudje 30 december getraind. We hebben donderdag 2 keer getraind. We hebben vrijdag getraind. Om in ieder geval te zorgen dat we scherp zijn. Hè? Want de risico ligt er wel in dat je denkt, oh, even na de kerst lekker gebarbecued, dan weet ik het allemaal. Ja.
Maar ons gameplan stond gewoon goed en de uitvoering was goed. Ik ben super blij met deze punten hoor. Dit zo had ik niet bedacht. Goed, nou in elk geval gefeliciteerd met de prachtige overwinning. Maarten, bedankt voor de ontvangst hier in Amsterdam. Leuke sfeer. Het was een leuke sfeer. Het was lekker muziekje erbij. Ik zie hem al wel wegkijken. Want dat is niks natuurlijk. Nee, maar gewoon. Heel begrijpelijk. Ik had het me anders voorgesteld. Ja. Ik had graag op 3 punten willen komen vandaag. En dan heb ik het nog wel willen zien. En nu sta je op 7. En nu moet je keihard werken om een klein beetje aansluiting te vinden weer. Maar we gaan het wel gewoon naar ploegen die hier bovenin staan en zo moeilijk mogelijk maken. Zeker de ploegen die hier naartoe komen. Ja. Laten we het op het woord incident, dat we met 10 punten verschil thuis verliezen, dat is een incident. Dat zeg ik wel bij deze. Okay. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes voor de rest van de competitie. Uiteraard jou ook, Hans. Ja. Bedankt dat jullie voor de camera wilden komen. Niet makkelijk na zo'n wedstrijd, zeker niet voor jou. Ja, dankjewel. Tot kijk! Hoi. Dag!